Even kijken. Matje, slaapzak, kleding, tandenborstel. Ik ben klaar om naar deze bel te gaan. Let's go! Bitch, vergeet jij niet iets? Hè? Ja, je Xbox Time natuurlijk. Ah, nee, eerst die Xbox Time. Oké. Hallo mensen van GG Game Geeks. En welkom bij een nieuwe GG Xbox Time. Ik stond eigenlijk net op het punt om naar Decibel te gaan. Ik ga een weekendje lekker eventjes stampen. Daarom had ik mijn trainingsbroekje ook al aan. Daarom lagen al die spullen er. Maar we moeten natuurlijk eerst nog eventjes verder gaan met de Olympische Spelen. We zijn bij dag 3 en we gaan nu gelijk de game in. Zo, zijn we op dag 3. Ik vergeet nog één dingetje te doen. Dat is natuurlijk mijn hoedje op. Dat hoort erbij bij de Olympische Spelen. Ik heb geen idee waarom, maar ik vond het vorige keer ook wel leuk. Ik heb vandaag besloten om in plaats van vorige week, bedoel ik, ik had vorige week alleen maar mannen dingen gedaan. Dus ik ga nu alleen maar vrouwen dingen doen. In ieder geval deze twee komende twee dagen. Dus we beginnen met de borstkrauwel en gaan we freestylen, schieten of we gaan wel springen. We zitten vandaag alleen maar in het zwembad. Want het van het weekend toch lekker weer, dus kunnen we dat net zo goed maar gewoon doen. Lalala, aquatic swimming. Woe, ik heb er zin in. Ik heb er echt zin in. Ik vind het echt een heel leuk spel. Ik heb vorige keer echt op dat hoogspringen na, dat ding vond ik, dat vond ik wel weer jammer. Ja, qualifying, dat weet ik onderhand. Nou, hup. Tutorial. Ready. Oeh, kontje, woe! Set. En ik moet op A drukken? Ja, tuurlijk. Repeatedly tap A wel onder water. Nou, doen we dan. Pool L8 to swim. Oh fuck, dit is anders. Oh, dit is moeilijk. En dan. Moet je op juist tempo doen ofzo? Dat is nice zo. Of dan moet ik dan hier. Oh, X. En dan weer A. Oh, dit is wel moeilijk dit. For a final boost, press A at the end of the race to launch for the wall. Dus ik kan op het einde nog eventjes iets verder aanzetten. Elke slag die ik doe, kan ik mijn armen volledig strekken om de meeste snelheid te maken. En als ik onder water ben, kan ik sneller op A drukken. En dan ben ik ook sneller volgens mij. Nou, ik ben benieuwd. Adriana Rosa, ik ben benieuwd wat je ervan gaat maken. Meid, zet hem op. Oh, die lekkere kontjes. Oh. Go! Ja, zwemmen! Kom op! Hop! 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 Volgens mij doe ik iets fout. Volgens mij doe ik echt iets fout. Oké, dat is niet mijn ding. Volgens mij. Kom op, Rosa. Zwemmen voor je zakgeld. The tumble turn. South Africa are in first place. Second place is Romania. Jamaica are in third place. Needs to work hard in this final 25 meters. Oh. Ik heb hem pas door, ja. It's getting exciting. Romania qualifying first place. In second and qualifying for the final. Ah, dit is niet goed. Volgens mij heb ik niet gekwalificeerd. The potential is there for this athlete from the Netherlands to really did not qualify. Oh, zo jammer. Ik moest dus eigenlijk pas op het moment dat het scherm aangaf dat ik L en R naar beneden moest doen, moest ik dat pas doen. En dat vergat ik. Of in ieder geval vergat ik niet, ik wist het niet. Maar het stond eigenlijk rechts in beeld, maar ik was zo geconcentreerd op mijn poppetje dat het gewoon niet lukte. Helene Snijder! Dat is de dochter van Wesley. In the early years it was Team USA, latterly it's been China. Nee, ik wil het tutorial zien alsjeblieft. Select dive. Ik denk dat ik die ga selecteren, want dat was de enige keus. Press A to begin the dive. A. Oh, dan moet ik op B drukken. B. En dan B. B. L. To rotate the athlete.
We zullen het zien. Ik snap het nog steeds niet helemaal. Oké, okay, continue. Helene Schneider, wat gaan we doen? Zullen we gewoon met een makkelijke beginnen? Pas A toestart. En dan was het B. Denk het goed? Denk het goed? Denk het goed? Nee. Ik deed het niet goed. Well, low marks, difficulty taken out of the equation because of the incorrect dive. Okay. The Netherlands are struggling to compete. Hey, 12 punten! Met vrouwen gaat het goed. Ik moet dus meer risico nemen. Nou, dan gaan we dan meer risico nemen. Press A to start. 3, 1. Oh, ik moest op X. Ah, die was ook slecht. Dit is best moeilijk. Krijg ik in ieder geval wel meer punten. Nee, ik krijg nog minder. Shit, kom op. Dit is echt moeilijk. Ik moet die moeilijke proberen. Press A te starten. We willen namelijk met X beginnen. Oh, maar deze was wel beter. Maar ze klapt in ieder geval. Ja, ik hoef die nu nog een keer te zien. Ah, een 10! Een 10! Een 10! Een 9,5! Een 9! Een 9! Een 10! Deze was goed, hè! Zo! Oh shit, de scores lopen op! Nee! Hoe moet ik me dan nog kwalificeren? Ik moet die risicovolle blijven doen. Kom op, Helene! Nee. Ik kwam schuin in het water, ik moest nog draaien, maar ik wist even niet meer hoe dat moest. Ah, misschien krijg je nog wat troostpunten. Ah. Oh, ik moet 1 punt halen in de laatste ronde. 1 punt, dan ben ik in ieder geval nog gekwalificeerd. Oké, okay, ik moet deze doen. Ik moet de moeilijke doen. Ik ga eens A te start. Oké. Okay. Nee, ik moet naar onder. Hoe beweeg je deze? Ik snap die niet. En mijn stoel kraakt er als gek. En ik word er helemaal moe van. Ik krijg wel veel punten toch, want het was heel moeilijk. Ik denk dat dag 3 voorbij is. Dit is echt niet goed. Oh, 162,5. Zesde plaats, dames en heren. Retry event. Nee joh, dat is voor homo's. Nou. Dat was dag 1. Ja, dag 1 van deze aflevering, maar in principe dag 3, omdat we de vorige keer dag 1 en 2 gedaan hebben, snapte, weet je wel. Was niet best. Wat kunnen we nog meer doen? We kunnen 400 meter rennen met de vrouwen, dat is leuk. Zwemmen gaan we niet doen. We gaan maar schieten. Schieten, vrouwen schieten. Oh nee, we gaan met vrouwen schieten. Niet op vrouwen. Sorry, begreep ik even verkeerd. Sommige vrouwen kunnen echt goed schieten. Serieus. Ik weet er alles van. Nee, grapje. Woe, lekker springen met z'n allen! Nou, Maartje Kapperol. Ik wil de tutorial doen, alsjeblieft. Press A to start. Hoe? Help. Zal het echt niet zo gaan. Ik moet dus met de rechter trigger moet ik schieten en ik moet... met die andere richten en op A dan kan ik hem oproepen of zoiets. Dus ik ben benieuwd. A te starten. Oh shit, dit is echt moeilijk. Heb ik dan de eerste aflevering geluk gehad of zo gewoon? Nou, let's go! Raak hem! Ja! Boom, boom, double hit, double, double. Juist. Ik sta bovenaan. Wie staat bovenaan? Maartje Kapel staat bovenaan. Oh shit, opletten. Deze was echt goed hoor. Volgens mij kunnen ze nog wel harder nog door de midden. Volgens mij moeten ze echt gewoon boef uit elkaar knallen zo. Ik zit trouwens te denken, hè. Volgens mij heb ik die dingen hier nog thuis liggen. Hoppakee, en... Niet normaal, heb ik hier nog eentje? Ik ga eens even kijken.
Ondertussen zien we mijn prachtige dubbelshot. Ja, ik heb hem nog. Kijk, ik heb er zelf ook een. Kijk, ik heb ook zo'n schijf. Zal ik hem daar tegen de muur aan gooien? En hem kapot maken? Ik keek naar mijn scherm en niet naar de camera. Dat was slecht. Vergeef me. Kom aan, Maartje Kapel. We gaan het doen. Ik ga trouwens de dingen niet tegen de muur aan gooien. Dan krijg ik ruzie met mijn moeder, denk ik. Deze was ook weer gewoon raak. Volgens mij heb ik... Nou, het gaat goed dit. Het gaat echt goed. Oké. Hoppa. En hoppakee. Boom. Bam, bam, bam. Pa, 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 boom. Ik ben hier echt goed in. Eerst ging echt super slecht. Dit is altijd de moeilijkste, volgens mij. Hier krijg je in ieder geval de meeste. Dit is al wel raak. Kijk weer naar mijn scherm. Ik moet niet naar mijn scherm kijken. Ik moet naar de camera kijken. Praat met jullie, niet met mezelf. Leer dan alles, man. Oh! Dit is jammer, zeg. Dit kan alles veranderen. Yes! Oh, die eerste was goed! Zag je die eerste? Die ging echt boom, volledig uit elkaar. Moet ik hier nog een keer? Oh, dan komt hij van de andere kant. Oh, dat is ook spannend. Dit is spannend. Oh, dit scheelde niet veel, zeg. Ah, jammer, ik heb er wel 4. Dat is niet slecht. Ja, hij heeft er pas 8. En het feels like I'm fucking... Daar was ik echt wel scheel. Dat had ik echt beter kunnen doen. Ik word nou enthousiast, denk ik, of zo. Ah, nog een klein stukje. Hoppakee, en... Hoppakee! Oeh, die schild die was bijna mis, maar hij was gelukkig snel net... Die eerste was weer echt volledig boom uit elkaar, zo, weet je wel. Dan echt precies zo hier in het midden schiet, zo, weet je wel. Dat je dan echt gewoon, ja, weet je wel, dat hij in één keer uit elkaar klant. Dus. Oké. Laat maar komen, die schijven. Hoppakee! Zo, die reactie! Die was... Ik vond die best wel goed voor mezelf. Ik heb namelijk niet zo'n hele snelle reactie normaal gesproken. Oh. Ja, eentje gemist. Ah, ik sta 5 punten voor. Ik denk niet dat ik nog... ik moet wel kwalificeren. Jammer dat het nu niet gelijk de finale is. Anders had ik in ieder geval al goud gehad. Maar ja. Oeh, shit. Oh. Hoppakee. Geen problemo. Die eerste ging snel zeggen. Daar schrok ik zelf van dat ik die nog had. Hoppakee. Volgens mij krijg je op de achtste krijg je er maar eentje. Die is wel moeilijk. Oh, wat scheelt het. Wat scheelt het, dames en heren. Nee, oh, ik krijg er nog één. We hebben wel 2 dus. Oh, weer mist. Ik vind deze eigenlijk, die acties niet makkelijk. Ah, eerste plek. Ah, dat is bij qualifying. Nou, 400 meter rennen. Eens kijken of die vrouwtjes een beetje kennen. Rennen. Athletics track. Yeah. Nathalie Strijker! Toepasselijke naam, zeg. Vrouwen, Strijker, weet je wel. Oh, kerel. Allemaal vrouwen. Waarom kijk ik als geen tutorial? What the fuck is dat? Waar is dat blauwe... Oh, ja, vrouwen hebben... Oh, vrouwen hebben weer voorkeur, hè. Vrouwen krijgen dat weer. Die kunnen weer... die krijgen extra stamina of zo. Kom on, mevrouw, ren eens door. Zo. Ja, 400 meter, hè? Dan moet hij iets rustiger aan doen. Opbouwen. Ik loop in ieder geval vooraan. Moet die... Oh, krijg een lamme duim. Krijg een lamme duim. Moet je voorstellen, als ik dan echt zou moeten sprinten eigenlijk. Dan krijg ik niet alleen een lamme duim, zeg maar. Nee, jij komt maar niet inhalen. Oh, kom op rennen. Kan ik achteruit kijken? Nee, hè, dat kan niet. Lopen! Yes! Kijk! Hoppatee! Deze is goed! Het scheelde niet veel lijkt met degene achter me, maar... Nou, bij kwalificatie in ieder geval 2 keer eerste geworden. Nou moet ik toch wel weer een gouden medaille kunnen regelen. Ik ben er al op achteruit gegaan, erop zit van vorige week. Toen had ik er 3, nu had ik er 1. Dus, maar ja... Mannen, hè. Ik wil niet zeggen dat mannen overal beter zijn, maar...
Ik in ieder geval, met een man te controleren in een spel, gaat het mij in ieder geval beter af. Behalve met deze. Oh, ik druk op A om te schieten. Dat was dom. Nou, ik miste de vorige keer ook de eerste, dus helemaal geen ramp. Hoppatee, gaan we weer. Hij lijkt er wel veel op, hè, de mijne. Ik vind hem wel cool. Oké, weer genoeg raak gedaan. Nee, ik blijf altijd raar doen, joh. Oh, ik heb hem al gepoeld. Blindelings, hè. Nee, dat is niet waar, want ik keek wel een beetje. Het gaat goed. Het gaat lekker. Nou, hup. Verder. Hoppakee. Hoppakee. Oeh, ja. Nou, ik heb in ieder geval al mijn spullen al gepakt. Ik ben blij mee. Gaan er toevallig mensen vielen ook nog naar Decibel? Even lekker hardstyle luisteren. Laat het even in de comments weten. Misschien kunnen we nog ergens afspreken ofzo, als jullie willen. Kunnen we elkaar nog ergens tegenkomen misschien. Ook al kunnen we daar waarschijnlijk elkaar niet echt verstaan ofzo, maar... Het is niet van grappig als je mij een keer wil ontmoeten ofzo. In ieder geval, zou het toch wel... Ik vind het ook leuk om mijn kijkers dan persoonlijk te ontmoeten. In ieder geval om dan in ieder geval lekker gezellig te kijken wie jullie zijn en wie mijn kijkers zijn. Dus mocht je naar Decibel gaan, laat het even in de comments weten. Ook al is het nu ongeveer Decibel. En dat jullie... dat kunnen jullie eigenlijk niet... Nee. Ja, jullie kunnen het eigenlijk niet in de comments laten weten. Mocht je toch op Decibel zoiets hebben van ik ga filmpjes kijken van GG Game Geeks. Vooral doen natuurlijk. Dan mag je het wel laten weten. Here we are, station 4. Hoppakee. Het gaat lekker met schieten. Onze, wie was het ook alweer? Ik ben de naam vergeten. Oh, dat was te vroeg. Oh, die was goed. Ik heb de hik. Hik. Die mij eens laat schrikken ofzo. La. Oh, mijn ding gaat te traag. Oh! Die was raak, hè? Ja! Score van 5. Hoppakee, ik had die wel nodig deze score door, die laatste. Want de vorige keer gaf ik het aan het einde ook eigenlijk nog best wel weg. Dus toen stond ik gelukkig al voor. Hoppatee. Dus ik hoop nou dat ik soms zeggen aan de leiding blijf. En dat ik niet het nog ga inleveren. Want ik kan het goud al ruiken. Oh, dat is mijn gitaar. Oh nee, wacht. Dat is 1. Dit gaat goed hoor. Dit gaat echt goed. Lekker Maartje Kappel. Dat was de naam. Maartje Kappel. Kom aan, je kan het vrouwen. Hoppatee. Boeia. Boei, ja. Het is helemaal geen boei. Het is een geweer. Oh God, dat is echt slechtste grap ooit. Oh, eerst volgen, hè? Dat moet je zo doen. Ik heb het ooit 1 keer echt in het echt gedaan. Disc schieten. En kleiduif schieten heet het trouwens. En ja, ik heb me daar echt mee vermaakt. Dat was echt, vond ik echt heel vet. En ik weet nog wel dat ik, zou zeggen, na de eerste rondes. Dat ik zelf echt, want we waren met een man of 6-7 daar dan. En na de eerste rondes had ik echt al 3 of 4 kapot geschoten. Van de 5 die ik kreeg. En iedereen daaronder had misschien eentje raak geschoten net of zo. Dus ik stond er dik voor. En met de tweede, toen schoot ik ook al gelijk de eerste weer raak. Dus ik had echt zo van, daar kreeg ik best wel talent voor. Maar ja, vervolgens heb ik echt geen 1 meer geraakt. En dan stond ik alsnog 5 of zo uiteindelijk. Dus ik dacht echt van, wow, ik heb een nieuw talent ontdekt. Maar er werd al gelijk de grond in geboord op het moment dat, dat ik, zou zeggen, bij de derde of bij de dingen kwam. Dus, of bij de derde of de vierde baan kwam. Het was gelijk voorbij, zou ik zeggen. Maar volgens mij, dames en heren, hebben wij hier een gouden medaille. En niet zo'n klein beetje ook. Het is een persoonlijk record. Wat is het wereldrecord? Wat zou het wereldrecord zijn? Alles raakt natuurlijk. Zou het eigenlijk een wereldrecord zijn? Gaan we weer. Helmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. Oh, ze hebben het volgens mij zeggen gewoon verkapt. Heb ik altijd
Eee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 
Oké, laten we doorgaan. In ieder geval weer een gouden medaille bij voor het Nederlands team. Ik vind namelijk dat de Olympische Spelen qua land ben je één groot team. Ook al zie je elkaar misschien niet altijd, toch ben je één groot team. Tenminste, zo wordt het als de Olympische Spelen volgens mij gewoon gezien, want je wordt echt als land op je medailles eigenlijk een soort van afgerekend. Niet dat het niet erg is als je geen medailles haalt, want het gaat natuurlijk om de sportiviteit. Maar uiteindelijk gaat prestatiegerichtheid over heel het land. Dus daarom vind ik dat je als land zijnde gewoon één team bent. Nathalie Strijker, wat kan ze maken? Wat kan ze maken? Marks, set en... Go! Goeie start. Oké, eventjes goed uitkijken voor die stamina. We lopen allemaal zo ver voor me. We starten ook ver voor me. Ik ben altijd bang dat ik dan niet meer in de buurt ga komen, weet je wel. Hoppakee, dit gaat goed. Nou, come on. Ik loop... Hij zegt dat ik vooraan loop, maar... Oh, ik heb natuurlijk de binnenbocht. Ja, tuurlijk. Ja, ik lig voor. Come on, Strijkert. Oh, die kort en hard achtervolgt. Ik ga dit niet winnen. Ik moet even mijn dingen sparen, mijn bar sparen. Nou, volgaan. Oh, nee, ik... Shit. Oh, dit is jammer. Het scheelt echt niks. Ik maakte net een foutje op het laatste door hem net in het rood te laten vallen. Oh, dat was jammer zeg. Maar in ieder geval zilver is ook niet slecht, hè. Kijk, we alleen geen volkslied meer. Maar goed, we hebben hem al een keer gedaan. Nee, was geen goeie dit. Jammer. Maar in ieder geval... We hebben er weer een minuut of 20 op zitten. Ik vind het weer mooi geweest voor vandaag. Het spelletje wil ik eruit zetten als ik even gaat opslaan. Nou, in ieder geval hier al wel redelijk wat dingetjes gehaald. Hoe gaat het eigenlijk met, kunnen we hier nog zien? Nederland, 14 punten. We staan wel bovenaan. Nou, mooi. Zo. Nou mensen, ik ga het hier weer bij laten. Bedankt voor het kijken naar de Xbox Time. Volgende week komt Robbie weer of kom ik weer. Dat weten we nog niet precies. Ik laat het jullie nog wel zien gewoon. Kijk volgende week gewoon in ieder geval weer. Ik ga lekker naar Decibel. Ik pak mijn spullen zo eventjes. Geef nog even dat goede duimpje snel en abonneer nog even op GG Game Geeks. Laat nog even in de reacties weten of jullie ook naar Decibel gaan of zijn geweest. En ik zou zeggen, deel het nog even met je vrienden. En tot volgende week. Doei! Let's go! Decibel! Spullen pakken! Decibel! Hoe ga ik eigenlijk allemaal meenemen dit? Zie ik dan wel. Later! Doei! We'll be right back.